Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Generations. We zijn bij Mario Sunshine. Oh, ik moet trouwens nog niet verder spelen, want ik heb de timer nog niet aangezet. En de timer staat nu aan. Ik ga nu verder spelen. En ik ben met Sander van GamingSpin. Hallo. Ik ben met Milan van Shine Sprites. Joh. Vorige aflevering heeft Sander best veel moeite moeten doen voor een sterretje in Pinapark, geloof ik. Op het eind met Royal Coins. En vandaag gaat hij een inhaalslag maken. Dat mocht ik willen. Ik wil nu elke keer rennen door die stick in te drukken, weet je wel. Net als in de Arches, maar dat werkt niet. Hoe werkt dit? Oh, dat reageert gewoon niet. Ja, dat snap ik. Ik gebruik die stick überhaupt eigenlijk helemaal niet, joh. Nee, dat rennen. Niet. Nee. Ja, dat gewoon. Die doet gewoon nooit. Nee, die dodge mechanic doe ik altijd. Waarom worden ze niet vrolijk van water? Yo. Ze not being vrolijk van water? Moet ik? Ik vind het frustrerend dat ik ook elke keer schijnbaar niet het goede doe. Hoezo? Je krijgt toch water? Wat moet je hebben dan? Auw. En nu gaat die guy weer in de tand doen. Hoe richt je nou alweer? Weet ik niet. Hoe versla ik deze guy? Deze Yoshi guy. Ja, als je nou eventjes opstaat. Wat een bullcrap dit. Zo, nou. Alleen voor een coin. Oh, dan gaan die planten. Oké, ja. Top. Yo, Kai, kom eens mij aanvallen. Doe maar, doe maar. Ik doe niet boos als je dat doet. Ik doe wel boos, want ik ga je ground pounding. Kan er maar één komen? Ja. Piep, kabooming, kabooming. Nu gaat het iets beter. En dat mag ook wel. Zeker. Vind ik blij om dat te horen. Ik ook. Oh, moet dat per se in het zand eigenlijk? Of kan dat ook op een harder stukje? Ik denk het wel. Ik denk dat het best... Oh, dit ziet er ook uit als een hard stukje. Nou. Weer wat galering. Ken je dat, galering? Ja, dat kan ik wel. Jij bent ook al zo'n Engels pro. Want de meesten zeggen dan gewoon leering. Learning zeggen sommigen zelfs. Maar die zijn helemaal... dat zijn from the wappings. Ken je die? Die ken ik helaas al, ja. Nu heb ik medelijden met jou. Yo, ik was laatst... Wacht, nee, Milan kent dit verhaal al. Nevermind. Was je naar het station waar je wilde water? Nee. Dat was niet per se degene die ik bedoelde. Nee, ik liep laatst van stage en toen zag ik zo'n lantaarnpaling. Ja, en toen liep je er tegenaan? Nee, oh, nou nee, daar stond op media is virus. Nou, ik dacht van, joh, volgens mij is dit berichtje de virus. Had je dat erbij geschreven met zo'n marker? Oh, dat had ik best wel kunnen doen eigenlijk. Maar het regende, dus ik wilde snel naar de training. Ken je dat training? De training? Ja, dat kan ik wel, ja. Gedeng, zit je toch? Ja. Dat is wat Marco zou zeggen. Huh? Sorry, Gerard Joling. Sorry, sorry. We moeten wel even goede... Vermoeiending, alweering. Lijkt wel alsof je dat hebt uitgevonden. Oh, ik dacht dat je wou zeggen expressing doing. Ja, nou, dat je het expres doet, dat weet ik wel zeker. Ik heb nog maar 1 leving. Dat is niet zo progress moment. Doe eens voorzichtig in dan. Ja, dat wil ik wel. Maar kijk, dan gaat hij... En hij gaat meteen weer opstaan. En dan... Ja! Dit staat nergens op. Nou... Game over ook echt. Kutzooi. Ja, ik weet het. Delfino Plaza heb ik vaker gezien. Wat? Ja, dat dit level kut doet. Ja, dat deed hij bij mij ook. Nou, nu krijg ik wel een beetje. Nee, oké. Okay. Tuurlijk, joh. Ja, precies dat. God, kan ik hier nou echt niet opkomen? Oh, kut dit. Kom op, ga erop. Ja, dank je. Er is 1 level, nee dat is niet waar, maar ja, er is 1 level in de game die zou ik er echt uit willen halen. Zeg. Er zijn wel meerdere levels die ik kut vind, maar deze vind ik gewoon, die is gewoon niet leuk. Die is niet per se moeilijk, maar die is gewoon niet leuk. Is het The Wilded Sunflowers? Nee, die vind ik wel oké. Okay. Waarom doet hij dan zo labiel bij mij? Nee, de kut level vind ik episode 3 van Serena Beach in dat hotel. Dat je naar die ster moet in de badkamer, maar dat al die deuren dicht zijn, weet je wel? Zeg maar zo niks, maar ik zie het vanzelf dan. Het is episode 3. Als je daar komt, dan zie je het vanzelf. Oh. Het is ook niet dat... Ja, ik weet het. Dongetje gaat hé doen. Nee, pak die dinges op. Oh, nu pak ik een coin op terwijl ik dat niet nodig had. Ga jij eigenlijk die nieuwe show van Arjen Lubach kijken? Ja, maar dat was toch nog niet begonnen, of wel? Dat weet ik niet. Ik vraag alleen of je dat gaat kijken. Oh ja. Nee, ik dacht laatst dat het zou gaan beginnen. Ik dacht dat het rond 4 januari of zo zou gaan, of februari zou gaan beginnen. Maar schijnbaar was dat 22. Ze zijn er nu inderdaad reclame voor aan het maken. Ja, maar ik heb er wel weer zin in. Hetzelfde zijn als zondag weer Lubach. Ja, maar ik heb er wel weer zin in, want ik vind het altijd leuk. Die Arjen guy, die kan wel wat leuks in elkaar flansen, zeg maar. Flansing it in elkaar ring, zoals we dat in het Engels zouden zeggen. Nou, oh ja, ga jij ook nog even kut doen, dankjewel. Dat kunnen ze goed, hè, in deze game kut doen. Maar niet zo kut als 64. Hier, maar deze guys blijven veel langer ook echt op de grond liggen van... Oh, ik heb zo'n pijn. En die andere guy die zegt zo van... Oh, weet je, ik heb pijn, maar boeit niet. Ik ga gewoon direct jou naaien. Oké, net hij wel helemaal geen pijn. Verraad. Hij is de mol. Nice. Ik dacht dat Freesia het was, maar het is official. Hij is het. Oh, nu werkt hij wel mee. Hij heeft meer kans om het te zijn dan Freesia. Nou, nog meer dan Letitia, want die is het sowieso niet. Ik spreek je aan het einde. Nee, Letitia maakt nog wel kans om het te zijn trouwens. Weet je wie geen kans maakt? Kim Lian. Sowieso niet. Ze willen haar te veel framing. Dus mensen, zet niet je punt in op Kim Lian. Ik zeg het je, zij is het niet. Als zij het is... Word je boos. Dan leef ik niet meer. Nee, maar dan is het echt een kutseizoen. Sorry hoor, maar... Jezus. Oké. Ik vind Kim Lian niet echt leuk. Nee, als mol. Ik wil er ook niet. Ja, ik eigenlijk ook, maar ik denk... Ik nuanceer een beetje. ik het nou meen of niet. Doe niet tijger. Als je pushy bent, dan geef me die Joshie alsjeblieft. Dankjewel. Yo, weet je wat? Weet je nog wat ik zo net zei? Shadow Mario, Baby Mario, Baby Bowser, Bowser Jr., whatever. Hij weet het niet meer. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Where are you adding? Yo, ik zag daar iets gebeuren. Ik haat het level zo erg. Je kan met Yoshi volgens mij gewoon helemaal niet die deur openmaken of wel. Nee. Waar is die guy nou weer gebleven? Nou, weet je wat? Ik ga die guy wel niet doen. Ik heb hem nu al gedamaged. Ik wil die guy nu gewoon doen, maar... Oh, daar. Kijk, dat werkt. Opgeven werkt. Ik wacht wel gewoon totdat die Yoshi die spant. Dat mag. Oh, nu is die weer weg. Tuurlijk. Tuurlijk, King. Waar is hij nu weer heen? Waar ga je nu heen? Nee, pizza. We can have a party. Alweer? We hebben wel veel parties als het in jou ligt. Waar is die guy? Waarom zie ik hem ook niet? Waarom zie ik hem ook niet? Wat is er dan? Ik word hier gefrustreerd van. Wat voor guy zoek je? Wat doe je? Wat is er op? Nou, die oh, daar. Die Bowser Jr. met zo'n Yoshi-ei. Nou, die is gewoon de ons opgelopen. Ja, maar ik zag steeds niet waar naartoe in. Kudding. Dit level is zo slecht gedesigned, hè? Jij bent... Nee. Wauw. Ik hoop echt dat jij hier ook nog komt en dat je weer loopt te janken. Dat is niet lief. Nee, dat is ook niet. Oké. Geef mij nu een keertje zo. De goede uitgang met die Yoshi. Kom op, Mario. Spuit nat dat glibberig monster. Sorry, dat moest. Oh, en het enige wat ik krijg is Yoshi uit. En dan moet ik een banaantje geven. Ja, dat moet je wel doen, anders moet je dat opnieuw doen namelijk. Oh wel, dat is niet dat je dat sowieso opnieuw moet doen. Maar ik weet niet waar banaantjes zijn. Bananing, where you adding? Oh daar. Je moet sowieso altijd opnieuw hem fruit geven. Alleen als jij nu niet dat doet, dan moet je die Shadow Mario weer verslaan, zeg maar, voordat je hem echt hebt unlocked. Oké, nou ik heb nu saving en continuing. Dus... Oh, dit is chill, denk ik. Wacht, jij bent toch ook een Expeditie Robinson kijken, hè? Jawel. Had je gezien dat er een All-Star seizoen komt? Oh, ja, maar op Videoland of zo zeker? Nee. Gewoon ook op tv. Oh. Begint aan het eind van deze maand. Oh. Nee. Met allemaal oud-winnaars en oud-half-finalisten en finalisten. Oh, weet je al wie je meedoet? Of ja, is dat iedereen. Iedereen? Nee, ik weet iedereen. Oh, meedoet, zo. Zeg maar. Nee, maar een beetje een leuke groep, denk je? Of... Ja, er zijn wel een aantal waarvan ik echt hoop dat die ver komen, ja. Zoals? Dominique, ik weet niet of je die nog kent. Dominique, mannelijke guy? Nee, vrouwke. Nee, dat zag ik niet. Nou, dat was dat meisje, die... ja, die werd volgens mij tweede of derde. Die kwam in ieder geval in de finale, maar dat was een van de onbekenden toen. En oh, dan ken ik die sowieso wel. Ik ken wel. Ja. Oh nee, wacht. En Boerjan, die doet ook weer mee. Boerjan! Ja! Dat is heel ziek. En Boerin Bertie. Boerin Bertie, dat is ook altijd goed. Sebastian Labrie, maar hij is al van wat langer geleden. Ik weet niet of je hem kent. misschien wel. Ik volg het al wel een hele tijd, maar ik... Weet je nog dat seizoen met die poker mensen? Ja, met Fatima Moreira en Mede. Ja, die. Toen werd echt heel goed gespeeld. Kan ik me nog herinneren. Wie deed er toen mee, weet je dat nog? Nee, ik weet... Ja, alleen Fatima weet ik nog, omdat zij toen eigenlijk zo slim speelde dat ze eigenlijk wel naar de finale zowat ging. Ja. Shit, hoe heette dit? Thomas Dekker doet mee. Zeg me niks. Hoe heet hij ook alweer? Die van Goede Tijden. Ja, nee, dan weet ik het. Want ik volg elke avond Goede Tijden. Ja, maar je kent hem wel. Buddy verder. Everon. Nee. Dat zijn de enige twee die ik van Goede Tijden ken, voor mijn gevoel. Tigo? Nee. Of doet even denken hoor. Ik ben ondertussen ook eventjes dit level aan het denken. What the fuck? Gaat gewoon leveling spelen terwijl die mij aan het uitleggen is over Expeditie Robinson. Dat vind ik een beetje freaky. Nee, grapje. Dat snap ik. Maar het hoeft niet van mij. Even denken. Het level. Hoe heet hij nou ook alweer? Dat vraag je aan mij. Hij heeft ook zo de hele tijd in zo'n rehab gezeten, zeg maar. I go to rehab and I say no, no, no. Die? Hoe heet hij nou? Nou, ik weet niet hoe die heet. Ik kan er even niet op komen. Ferry Doedens, Ferry Doedens. Wie doet er nog meer mee, even denken? Ferry Doedens, zeg maar dat wel? Als je hem ziet wel. Wie doet er nog meer mee? Ja, Crystal, maar ik weet niet meer zo goed... Crystal? Crystal? Nog nooit van gehoord. Ja, die heeft ook... Het zijn allemaal mensen die ooit de finale of halve finale hebben gehaald. Ja, dus Course de Kenning. Oh, zo werkte deze. Oh ja, dus je moest eerst... Nou, mag je ook doen nou even... Edith Bos, ken je die nog? Nee, die heeft volgens mij gewonnen. Zeg maar zo ook. Nou ja... Weet je, ik ben zo. Mariana Verkerk? Nee, Mariana, weet je wel, die ene die toen met Calvin meedeed. Dat was dat vrouwtje met die kort pittig kapsel. Eigenlijk een beetje een kutwijf. Oh. Eerlijk, het zegt me allemaal niks. Maar dat heb ik altijd. Ik ben echt super slecht met namen namelijk. Ah, zie wat je dit hebt. Nee, ik zie wat je daar dit is. Oké. Kun je ook ondertussen... Oh, kijk, dat maakt deze leveling heel makkelijk in. Nou, niet heel makkelijk in, maar wel veel meer makkelijk. En I said no, no, no. Maar ik ben sowieso altijd... Oh ja, wie had er ook weer gewonnen? Ja. Dat het altijd ook van die BN'ers zijn die ik niet ken in ieder geval. Maar ja, hè? Ik bedoel, mijn BN'er kennis... Oh, dit is zo kut met die camera. Vooral hier in dit leveltje. Want je zit met die achtergrond. Maar nee, ja, voor mij is BN'er... zijn sowieso niet een garantie dat ik je ken. Ja, precies. Ik ken meer YouTubers dan BN'ers. Nou, weet ik... Ja, misschien dat je YouTube... Ah, fuck. Ga ik hier nou ook weer zoveel tijd mee verliezen? Echt, waarom ben ik zo... slecht? Ik haat mezelf. Ik zit even te denken wie ik nou ga missen. Oh, Carlos, dinges, die Carlos, die weet toch wel, die won. Ja, dat klinkt wel bekend. Ja. Die Hugo, kwam die toen niet ook heel ver? Die vind ik ook wel leuk. Ook was dat ook bij iets anders wat ik deed? Hunted. Ja, ook. Ja, klopt. Dat was niet per se wat ik bedoelde. Ik bedoelde eigenlijk bij Dream School. Ja. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Nee, ik kijk dat niet, maar ik weet wel wat het is. Oh, nou. Ik wel. Dat is mooi. Dat is gratis drama. Mm. Dus wel van die mensen te denken van die willen ook helemaal niet leren, zeg maar. Maar dat is precies... Nou, je hebt een aantal die willen dat dan wel en die storen zich ook altijd aan de mensen die dat dan niet willen. Aan de andere kant, ja, ik bedoel niet om het per se goed te praten of zo, maar ja, ze hebben natuurlijk ook wel iets meegemaakt. Ze zitten daar niet voor niets, maar ik ben het wel met je eens dat ze hebben zich ervoor opgegeven en dan gaan ze moeilijk doen als ze bijvoorbeeld moeten dansen. Dat ik denk, ja, wat had je verwacht? Ik bedoel... Nee. Had je verwacht dat je Engels ging leren of zo? Ja. Dan hadden ze mij moeten vragen. Trouwens. Ja, precies. Je haalt de woorden uit mijn mond. Ik zou dat wel echt een coole... Dat is wel echt iets. Dat zou ik wel echt willen, man. Gewoon een keer lesgeven aan die mensen. Lijkt me echt een hele eer. Ja? Ja. Oh, daar zou ik echt geen behoefte aan hebben. Nee, maar ja. Als leraar, hè, dan ben je toch een beetje gek. Beetje heel erg. Oké, hoe doe ik dit nou? Want deze kan ik niet omklappen. Oh, oké. Maar dat is niet helemaal wat ik wil. Mario, grab it! Nee. Waarom kan ik dit niet? Waarom kan ik niks in dit kutspel? Het is geen kutspel, maar... Ik ben kut. Ik ben kut, want ik kan niks. Sam, je bent niet kut. Nou, at the moment... Yo, hoe fucking groot is dit level? Nog 3 minuten. Ja. Ik heb de komende uur wel weer nodig voor dit level. Kut level wil ik niet zeggen, maar het is ook geen leuk level. Nee, maar als je bij die casino zit. Ja. Sorry hoor, maar dat is sowieso niet heel veel leuke levels. Inderdaad. Sander, we hebben gewoon dezelfde mening. Ik ben helemaal trots op je. Rapid! Dank je. Mario, ik wou bijna Milan zeggen, joh. Milan. Nee, nee! Verkeerde knop! Oh. Sander, hoe durf je? Weet ik niet. Ik kan het best gewoon stoppen. How do you be durving? Drukking on de verkeerde knopping. Kut. I didn't do it for the leuking. Because it's not leuking. Nee, het is zeker not leuking. Niet als het zo gaat. Jezus Mario! Nee, dat lag ook wel weer aan mij. Ik moet iemand de schuld geven. I having the staring. Voordat ik deze staring having, dan zijn we al 5 jaar snel verder. Even in een leveltje. Ja, tuurlijk. Doe vooral. Ja, hoe eerder ik hem hou, hoe eerder je van de game af bent, Sander. Zo gaat het dan. Ja, ik vind deze game wel leuk, maar het lukt gewoon allemaal even niet vandaag. Dat is wel balen. Hoezo? Je hoort toch te blijven met die dubbel nozzle dinging. Hoor je toch te blijven hangen in de lucht? Ja, behalve als je na een tijdje niet meer, zeg maar. Dus ja, maar ik begon net. Nou, weet ik het ook niet. Nee, dat snap ik. Ik weet het ook allemaal niet meer. beter vanaf hier dan. Was dat beest aan het verleggen? Waar is dat beest überhaupt? Dat weet ik niet. Blijft hij daar nu omdat ik hier zit? Oké. Oké. Die moet ik hebben, niks. Dat is goed bekend inderdaad. Nee! Hoe dan? Dit zoekt zo nergens op. Als jij dit ziet, je gaat hem echt kapot cringen. We geven niet aan. Jawel. Kan gebeuren. Nou, mag wel minder van mij op zich. Kom op. En dan. Ja, hè. Nee, nee, nee. Nee. Ik wil niet meer. Oh. Ben je dood? Nee. Niet eens. Was dat maar zo. Welk level ben jij aan het doen eigenlijk vandaag? Runaway Ferris Wheel. Oh, maar die is makkelijk. Nee, die kan je cheesen. Nou, ik niet. Zoals je ziet. Nee! 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 Fucking kutzooi! Sorry. Oh. Hoeft al niet meer, ik ben dood. Oh, nu heeft hij mijn nozzel weer te pakken. Tuurlijk. Zoveel tijd weggegooid. Back up. Oh, fucking duck. Kom op. Ik heb zo'n boel kapot gegooid met een fruitje. Woehoe. Dat was best wel ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je Sander salt in de chat? Doe dat dan in de reacties. En dan zie ik je graag de volgende aflevering weer. Ik wil alleen maar zeggen, tot adios amigos.